Wil je wat voor mij doen? Hou die jongen op het dak even in de gaten. Die expres straf TikTok niet. Voor mij gooit je expres straf. Binnenkort ook te komen op koelblad.nl dus. Ja, joh. Dit wordt te dicht. En dan bouw je aan. Ik ga je helemaal naar. Ik ga tegen je mama aan. Want dit wordt te stond. Jason, wie is dat? Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe vlog hier op Koetlife. Wilt u gaan beginnen met werken? Dank u wel. Genoeg geouwehoed. Ja, lekker. Lekker. Genoeg geouwehoed. Ga nou maar ver, want het andere huisje moet vandaag ook klaar. Kom, wegwezen, wegwezen. Zombie, zombie. Daar blijven, jonge dame, daar blijven, jonge dame. Ik ga eerst beginnen met kindermijn huiswerk. Oh ja. Dat is helemaal goed. Zoals jullie gisteren hebben kunnen zien, hebben we dit huisje geschilderd. Hij is nog niet helemaal klaar, want hij dekt niet zo heel goed deze verf. Tenminste hier en daar moet hij nog een beetje overgeverfd worden. En als we dat gedaan hebben, wat is toch het aanzicht achter, maakt niet zo uit, gaan we dit huisje doen. En de tussentijd dat Ruben namelijk het verf buiten is, ga ik de kinderen al hun opdrachten voor school geven. Het is vrijdag, dus vandaag zijn de opdrachten gelukkig niet zoveel. Tjedertje, waar is jouw lesprogramma? Heb je hem afgesloten? Ik heb hem per ongeluk weggekleed. Nou, dan gaat mama hem hier even voor je aanzetten. We had per ongeluk dus daar gedrukt en dan was hij even weg. Nou, ga maar goed werken, jong. Goed zo staat hier. Ja, je bent een goede grote jongen. Ja, ik ga beter maar beter op bus gaan. Ja, ik moet heel goed oplessen. Waar zie jij zes makkie? Altijd aan de linkse kant. Ik kom hier zo bij jou. Waar zie je vier makkie? Altijd aan de rechterkant. Goed zo, jong. Jalisha, jij gaat beginnen. Eens even kijken. Is dit mijn werk? Thuisbingo, ja. Ik dacht van Jaden. Oké, dacht jij dat? Ze hadden gevraagd, mama, heb je iets dat ik kan tellen? Ja, aangezien wij natuurlijk geen telrek hebben. Toen dacht ik me, ik heb Skittles. Nou ja, dat kunnen we dus ook gebruiken als telrek. Toch, ja. Jason? Ja. Dus ik zou zeggen, doe jullie best en maak jullie taakjes af. 1, 2, 3, 4, 5. Vragen, jongens. Ja? Doen we nou liever, gaan we nou eigenlijk praten of gaan we... Nee, we gaan werken, want eigenlijk is het ook te doen. Wat is de afspraak? Werken. Ja, dat klopt. Maar, mama... Is niet jullie mama nou, want mama is nou jullie. Juffrouw. Dus dat betekent als je iets vragen wilt, wat moet je dan? Winger. Oké, juist. Dus nu zegt de juf, aan het werk. Anders moeten jullie nablijven. Stout die juffrouw. Denk erom, want je krijgt huiswerk mee naar huis. Afsnoep. Jij bent je echte juffrouw. Wel, nu ben ik jullie echte juffrouw. Nee, jij bent onze moeder. Juffrouw, ik weet het antwoord niet meer, Oké, nou, we gaan nou gewoon even naar het werk, jongens. Het is leuk geweest. Appetap. Jason is als enigste nog aan de les bezig, maar hij is bijna klaar. Hij moet een brief schrijven aan de juf hoe de week gegaan is. Jason, denk aan hoofdletters en aan punten. Dus, ga maar schrijven. Bijvoorbeeld, hoi, lieve juf. Kijken. Hoi juf, met mij gaat het goed, ook met huiswerk. Mama is heel streng. Ik mis je, die dikke kus van Jason. Hé, goed, vergeet je. Kan je daar het groot schrijven? Nou, dan ben jij ook klaar met het huiswerk. Dan gaat mama een fotootje maken en dan gaan we die doorsturen naar de juffrouw. Gewoon mama zijn. Juist, dan kan mama nou weer gewoon mama zijn. Papa? Ja? Ik ben je blij dat je een kind hebt om Anne jou het lang duren als je met Patrick alleen doet. Ja, ik ben heel blij met jou. Jouw hulp is echt heel erg grandioos. Dat gaat ook veel sneller met jou, schat. Ja, kijk dan. Mag je daar eigenlijk de achterkant ook helemaal doen, hè? Ja. Ja. Yay! Goed zo, meisje. Je moet even op het dak zijn, schat. Moet het dak ook gemaakt worden? Ach, kijken.
Mama gaat helpen. Nee, je mag niet het dak op, liefje. Nee, ik ga kijken. Ik hoop de dak op. Nee, kijk maar zo, is goed. Kom van dat dak af. Nee, ik smeer die gewoon aan de achterkant, niemand die dat ziet. Ja, het onderste gedeelte maken we blauw. Dan ziet het voor de buurman nog een beetje netjes uit. En ik ben mijn blauwe verf alsnog kwijt. Scheel me geld. En ik heb het ook niet meer rug voor je. Malala zit kerstmuziek te luisteren. Het is Christmas time. Do you remember? Ja, hou maar. Everything is just so hard. Ja, dat is toch wel jammer dat het nooit gelukt is, hè? Wat goed is niet gelukt? Nou, met een van de jongens trouwen, dat waren dus hier extra mooi. Dat doe je natuurlijk voor te gillen, hoor. Do you remember? It's called Christmas time. We hebben expres de buitenkant anthraciet gedaan, omdat het dezelfde kleur is als de serre. Dat huisje ook, maar de binnenkant van dit huisje hebben we expres wit gedaan. Steek het even lekker af. Zie je, dan lijkt het veel ruimer hier. Als je dan binnenkijkt hier met de blauwe, is het toch wat, ja, wat kleiner. Maar zo'n gezichtsbedrog is natuurlijk net zo groot. Toen is het ook geschilderd, kijk maar. Mooi wit geworden. Nou, dat heb ik weer. Ligt hier in tweeën. Ik denk, ik hou je achter dat nietje eraf. En ik tik er een paar keer met de hamer tegenaan. Schud je zo de twee. Maar Koetje heeft daar wel een oplossing voor. Alles valt namelijk te maken met duct tape. Tadaa! Hij is geplakt. Nou, dat was wel kort en duur. Maar ik geloof dat de dader daar staat. Dat heb je gewoon expres gedaan, hè? Nee. Ja, hij is hier gewoon expres zitten. Dat is geen ongeluk. Ja. Ik hang er gewoon nieuw op. Want dan zit nog verder in elkaar. Beetje houtlijn ertussen en dan doet hij het weer, hè, jong? Ja. En kijk! Dat komt toch... Dat schroefje erachter. Ja, daar komt het door. Ik ga hem opnieuw ophangen. Wil je wat voor mij doen? Wat dan? Hou de jongen op het dak even in de gaten. Want die expres eraf tikt toch niet. Volgens mij gooit hij hem expres eraf. Jij kijkt naar hem, hè? Ja. En als je dat doet, roep je direct papa. Is dat goed? Ja. High five. Wim? Ja? Waarom gebruik je dat warmte? De vuur die gebruik ik voor het dak leer vast te branden. Om vast te plakken. Er zit een soort laagje onder, als je het heel warm maakt, wordt het een soort lijm. En daarmee plakt hij het dak vast aan het hout. Ja. Zodat ze hem nooit meer kunnen afbreken. Dan blijft het schutje hier voor altijd staan. Heb je nou opgelet of niet? Nee. Nee. Kijk, hij staat erbij, hè. Ja, ik heb het zelf gezien. Kijk eens wat hij gedaan heeft. Hij heeft hem gewoon weer naar beneden getrapt. En dat doet hij gewoon expres. Dan ligt hij weer in tweeën. Ja, wel goed vastgeplakt. Goede duct tape. Ja, nog een beetje erbij doen. Ja, dat was het enige. Ja, ik plak hem gewoon weer vast. Ja, dan kan je hem niet meer eraf schoppen. Zo, mooi. Heel mooi. Maar nou is alles aan het terugzetten, maar het houdt niet op. Nee, niet vanzelf. Kijk dan. Dat hele schap is losgekomen van de muur af. Terwijl ik toch goede schroeven erin gedouwd had. Maar blijkbaar niet goed genoeg. Hij is gewoon afgebroken. De schroef is gewoon afgebroken. Ja, daar baal ik van, want nu moet ik de hele schuur leegruimen en dan moet ik hem opnieuw gaan vastzetten. Maar ik snap niet dat hij losgekomen is. Lieve schat, alleen dit hier eruit halen. Ja. Ik druk hem aan en jij je schroef hem vast. Zo, weer vast. Dankjewel. Top. Dan ging we snel een heleboel leegruimen, maar we moeten die toch gaan opruimen, want het is een pestbende ook hier. Ja, nou, dit is niet meer veel waard. Kijk, gevallen, ja, kapot. Ja, de kwaliteit is gewoon slecht. Deze is dan dus een kort stukje gebruikt hebben. Ja. Ik denk dat ik dit helemaal ga vervangen. En dan ga ik even naar de winkel en kijken even of ze dit soort blijkjes los gaat kopen. Hé, hey, schat, ik ben wel goed trots op ons stalen vertrouwen, ook op Wim. Onze dingen altijd gemaakt hier, onze dakdekker. Rim Rooskens. Kan je hem vinden op het internet? Dakdekker, maar hij heeft het goed afgeleverd. Mooi. Ja, het is mooi en dan daar. Ik heb hier dit ook. Alles ook verkeerd gemaakt. Ik heb
nieuwe dakdekking erop gelegd. Wim zegt, als je een nieuwe dakdekking erop legt, dan duwt zo de goot in. Ja. Dit dak, daar hebben ze eigen tekort recht, dat hier een stukje overheen moet halen. Ja. Dus dat hebben we zo opgelost. Maar ja, dit ziet er echt heel mooi uit, hè? Het ziet zo goed uit. Zo, we gooien de pin erin. Morgen weer verder. Ja, joh. Dit wordt het deur. En dan bouw je aan. Ik ging je heel groot weg. En dan denk je, mama, als er pas poten voor de deur stond. Zullen we dat doen? Ja. Zullen we mama voor de gek houden? Ja. Oké. Wil jij dan filmen? Ja. Oké, hier heb je de camera. Bij de filmen. Ja. Ik hoor de deur wel. Prank! Wij hebben het gedaan! Ja, ik had er zo dood van. Nou. Van wie zou die dat soort grappen hebben? Ik heb wel van de postbode. Die is van papa. Nee, van mij. Die is van papa. Nee, van mij. Kijken. Maak maar open. Kijken. Oké, maak maar open. Kijk, ik ga hem pieten halen. En ja, wat zit erin? Oh! Kom eens hier, wijs. Jouw vlog. Oké, leuk. Dit is leuk, dit is leuk. Nieuwe Streamlight t-shirts en hoodies. Lekker hoor! Oftewel speciaal voor de kermisafdeling is dit. Binnenkort ook te kopen op koetlaat.nl dus. En met mijn lijfspreuk. Lekker hoor! Ja, voor de echte attractiefans. De vuurwerk t-shirt was er al eerder. En nu ook voor de attractiefans. Papa? Ja? De wereldbol is rond, hè? De wereldbol is rond. De aarde waar we op leven is rond, ja. Waarom zie ik het dan niet de grond een beetje naar beneden gaan? Omdat de aarde zo groot is, dat als we op een stukje grond staan van de aarde, als je rechtdoor kijkt, gewoon een vlak eruit ziet. Maar hij is wel rond. Vroeger dachten ze ook dat hij plat was, hè? Hey. Ja, vroeger dachten ze dat de aarde plat was en dat je eraf kon vallen. En als je eraf viel, dat je dan in vuur belandde met de raken. Maar ze zijn er inmiddels achter dat hij rond is en daar hebben we ook foto's van. Dus er is nu ook bewijs dat hij rond is. Oké. Okay. Ga je kijken. Pink Panther? Ja. Classic hoor. Heel gaaf. Ja. Dat is een slecht trick. Ja, maar wat wil ik, hè? Dan maak je alle wereldbollen, hè? Ja. Wil die zitten te pakken, kijk. Kijk op. Ja. Dat is ja. Wat? Ja, dat is de aarde. En weg? Ja. Jason, wie is dat? Oh. Moet je eens goed kijken. Kijken. Wie is dat? Kijken. Papa is er trots op, meer vraag ik niet. Tante Malika. Ja. Tante Malika. En jij? En ik? Ja. Wat denk jij, Jaden? Ook jij. Maar wie denkt wat die groot is? Tante Malika. Denk je alle drie Tante Malika? Ja, ik denk jou. Ik bedoel die Tante grote? Malika. Tante Malika, deze. Ja? Nou, druk je hem net af. En die kleine dan? Jij. Ik, hè? Zie je dat, joh? Ja, die is goed. Maar wie is dit dan? Dat weet ik even niet. Die kleine? Kijk, ben jij. Ja, als inderdaad, Tante Malika. Tante Malika! Jij, wat denk jij? Tante Malika. Dat is Tante Malika. Mag ik eens kijken, papa? En wie is dat dan? Oma. Ja. Oma Koet en jij. Inderdaad. Dat is oh, altijd... Tante Malika, zei je, dat is oma. En dit is gemaakt in 1983 in Arnhem in Holland, oftewel Burgers Zoo zijn we geweest. Ja, Ruben. En daar zijn we ook geweest, Burgers Zoo. Ja, moet je aangaan, 2 jaar en toen al zo knap. Ha, ben niks veranderd in die jaren. En ook zo geschoren heb, schat, ben je nog veel knapper. Ik val op kale mannen. Maar dan moet je even wachten, ik val op kale mannen. Ja, ik val echt, ja, ik vind het gewoon, weet je wat, ik word de lekkerste vent.
Dat ik zo een matje kan liggen en dan gewoon zo, oh, dat vind ik gewoon echt heerlijk. Mijn trots. Ja. Toen was hij van zijn moeder en nu is hij van mij. Ik ben even het huiswerk aan het voorbereiden voor Jelentje. En dan moet ik het programma gaan downloaden, Zoom. Wat is dat, Jelen? Hier staat Zoom, maar je moet Zoom opschrijven. Oké, dan heb ik daar nog je gegevens van. Dan gaat mama de mail nakijken en dan gaat hij heel even jouw juffrouw mailen. Oké? Heb je er al zin in, Jelen? Doen we nu je huiswerk? Ja. Ja, zegt hij. Ja, het mag hoor, als je nu huiswerk wil maken, mag. Ja! Maar we gaan wel gewoon op tijd naar bed, hè? Ja! Is Zoom zo leuk dan? Ja! Ja? Zoom komen we nog heel even niet op, lieve schat. Nou, dan heb je even pech. Maar ja. Je hebt wel gewoon papierwerk, ga je lekker schrijven. Mama gaat heel even Nee. Lekker rekenen dan. Nee! Ik ga heel even lekker de kindjes in bed leggen, hè jong? Ja. Een drukke dag geweest vandaag. Ja. En nou lekker een petje in, dan is het goed geweest voor vandaag. Ja. Zo, gaat Jelentje die al drinnen kruipen? Die heeft de tandjes al gepoetst. Ging er een dikke kus? Ik dacht dat jij bij Judith ging slapen. Ja, dat klopt ook. Oh, dan ga ik weer terug. 3, 2, 1. Kusje. Nou, kruip maar erin. Wat? Kussentje. Morgen, ik heb één vraagje. Ja? Morgen ga ik bij Judith zijn bed aan het slapen. Als we dan alle drie op één kamer, dan vind ik wel zo leuk. Als je eerlijk en lief gaat slapen. Ja, dat is goed. Pak je kussen. Wist jij dat jij nou al net zo lang thuis bent? Wat zeg ik? Dat jullie al langer thuis zijn dan de zomervakantie geweest is. Nu? Ja. Dat is lang, hè? Ja. Maar ja, jullie kregen wel gewoon schoolwerk van mama. Van juf Melanie. Maar we hebben de eerste dag vrij, dus morgen hebben we weer vrij. Ja, nou hebben jullie weekend, ja. Nou, dikke kus. Kom, jongens, schat. Laat rusten. Jason gaat in de bed van Jaden slapen. Yes. Maar, lief gaat slapen, want mama gaat even een uurtje wandelen weer, hè. Waarom? Maar? Ja, dat heeft mama gewoon nodig. Mama heeft het even nodig om naar buiten te gaan. Altijd? Ja, en dat is goed voor de gezondheid. Maar wij doen niet meer wandelen met jou. Nee, maar jullie mogen ook niet onnodig naar buiten. Jullie mogen wel achter in de tuin spelen, zo willen als je willen. Maar, dus ik zeg nu, welterusten allemaal. Nee, welterusten. Tot morgen. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.